In het Openluchtmuseum te Nieuw-Amsterdam loopt momenteel een expo genaamd Verleden Plantage Kommewijnen. Deze expo geeft het verhaal weer van de plantages die in de slavernij gebloeid hebben. Gerard Albergen, directeur van het museum, vertelt waarom er voor het format van mini-modellen van plantagewoningen is gekozen. De mini-huizen zijn zorgvuldig gebouwd en geschilderd, net zoals de plantagewoningen er vroeger uitzagen. Kommewijnen is een geweldig district geweest. De meeste plantages waren in Kommewijnen gevestigd. En wat wij geprobeerd hebben in die twee stellen neer te zetten, zijn plantages die nog steeds bestaan en die nog steeds te bezoeken zijn. We hebben afspraken gemaakt met de eigenaars van de plantages die daar afgebeeld zijn. We hebben maquettes gemaakt. Er zijn 13 plantages daar neergezet. En we hebben dus afspraken gemaakt met de eigenaars, de huidige eigenaars van de plantages, om het verhaal te vertellen. Maar aan de andere kant moeten zij openstaan voor bezoekers, toeristen, Surinamers, die willen gaan kijken hoe het verleden was en nog steeds, hoe het nog steeds toegaat op een plantage. Dat was de opzet van eigenlijk deze expositie die we hebben. Albergen zegt dat het Openluchtmuseum nog veel in petto heeft voor de Surinaamse gemeenschap. Middels die activiteiten zal men meer te weten komen over de Surinaamse geschiedenis. Wij hebben gekozen om het verhaal van Suriname te vertellen, niet alleen van de plantages. Dat is een rijke geschiedenis wel. Maar wij vinden Nieuw-Amsterdam is de plek waar alle schepen moesten aanmeren. Er was in de tijd een wet uitgevaardigd in 1746 dat alle schepen die Suriname aandeden verplicht waren Nieuw-Amsterdam aan te doen. Dus alle immigranten die ooit hier geweest zijn in het verleden zijn via Nieuw-Amsterdam binnengekomen. Wij vonden dus dat het de plek was om het verhaal van Suriname te vertellen. We hebben daartoe ook een naam gekozen uit ons volkslied, hoe wij hier ook samenkwamen. Dus het project heet hoe wij hier ook samenkwamen. We hebben 10 grote cellen en nog nog andere ruimtes. In 2 van de andere ruimtes, zetten wij een tijdlijn van de Suriname neer, van 10.000 voor Christus tot 1975 en van 1975 tot heden. We hebben het verdeeld. En daarom richten wij ons voornamelijk op de 4e klas van de lagere school. Want daar begint men met geschiedenis. We hebben ook het geschiedenisboekje gepakt en we hebben ons geconcentreerd op hoe wordt het verteld, hoe kan je het op een heel eenvoudige manier vertellen. Voor de kinderen, wij krijgen ongeveer 15.000 scholieren elk jaar op bezoek. Hopelijk wordt dit meer, want we vinden het is het verhaal wat ze moeten kennen. Maar we hebben ook ongeveer 15.000 buitenlandse toeristen per jaar. En dat is ook interessant dat zij onze geschiedenis op een hele eenvoudige, makkelijke manier leren kennen. En daarnaast hebben we nog tienduizenden Surinaamse gezinnen. Voor allemaal is het heel leuk om dit verhaal mee te maken. En 2 april is de opening. Tot zover Gerard Alberga, directeur van het Fort Nieuw-Amsterdam Openluchtmuseum. De expositie Verleden Plantage Kommewijnen loopt tot eind maart en in april begint de volgende expo.